Robin, Rick van Riel, gefeliciteerd. Een tweede en een vijfde plaats. Het is geweldig om als familie mee te maken. Het is echt geweldig dit. Het is echt het mooiste wat er is. Sowieso finale met z'n tweeën. Dat is al geweldig. Dat was ons doel. En dan als het zoiets uitkomt nog in die finale, kan ik alleen maar van dromen. Rick, als jongste van de twee zie je broer een zilveren medaille winnen op een EK. Hoeveel deugd doet dat dan? Ja, echt. Oh. Heel erg veel. Je wordt ook zelf vijfde. Je bent nog eigenlijk geen junior. Dat moet dan ongelooflijk veel deugd doen. Ja, het is een mooi vooruitzicht voor over 2 jaar. Dan heb ik natuurlijk hetzelfde te doen als Robin. Wie is verantwoordelijk voor dit succes voor jullie beiden? Sowieso wel. Jacques van Avendonk, onze trainer, familie, mijn vriendin, zijn vriendin denk ik. Het is echt zo geweldig. Het is echt niet alleen een prestatie van ons alleen. Het is gewoon een hele teamprestatie. Komt er een feestje na dit exploot van jullie beiden? Ja, zondagavond. Een heel groot feest had ik gehoord. Dus ik denk dat we er allebei volop van gaan genieten. Ja. Je hebt dit jaar al heel mooie momenten laten zien. Ook het moment waarop Rick, waar je je limiet hebt gelopen. En Robin, je was duidelijk geëmotioneerd dan. Dan moet dit de bekroning zijn van zo'n moment. Ja, weet je. Ik weet ook hoe hard hij ervoor werkt. Ik weet hoe hard ik ervoor werk. En sowieso elke keer. Dit was gewoon een heel proces geweest. Gewoon eerst een limiet halen. Dan mijn broertje nog een limiet. En dan zo presteren op dit toernooi. Het is echt gewoon een geweldig jaar zo. Wat zijn de doelen de komende jaren nog? Hoe gaan jullie, waar willen jullie nog uitkomen? Want een zilver en een vijfde plaats. Je hebt nog 2 jaar te gaan in die categorie. Dus er zit nog veel meer in. Er is nog meer mogelijk. Ja, volgend jaar hoop ik dan 2K junioren. Dan hoop ik natuurlijk hetzelfde als Robin te bereiken. De finale. En dan, dan gaan we ook maar eens kijken naar het volgende EK. Bij jou Robin, bij de belofte dan? Ja, sowieso proberen om die aansluiting naar de Europese top te vinden met de senioren. En dan dit seizoen nog een paar wedstrijden lopen en kijken wat daarin zit. Misschien voor een snellere tijd nog. Geniet hier alvast heel erg hard van jongens en gefeliciteerd. Yes, bedankt.